Goedemorgen. Goedemorgen. Ik ben op zoek naar Joost. Ja, dat ben ik. Oh, hoi. Ik kom even naar beneden. Goedemorgen. Ja, goedemorgen, we hebben elkaar gesproken. Albert. Joost Vertoer. Hartstikke goed. Jij wilde Rolls Royce hebben. Ja. En ik ben benieuwd, wat heb jij? Ja, dat is echt een verrassing. Kom maar. Kijk, daar staat hij. Oh. Wow, dat is de All You Need Is Love caravan volgens mij. Ja, ik noem het liever niet zo, want... Oh. Nee. Hij is groot, hè? Tja, hij is 9,5 meter lang, 2 meter 45 breed. Maar hij is leeg van binnen. Ah, we hebben 20 vierkante meter ruimte binnen. 20 vierkante meter, dat is een huis. Studentenkamer is kleiner. Die is kleiner, ja. Hiervoor zou je een presentatie kunnen geven. Een beeldscherm. Hier heb ik ruimte en bekabeling voor een beamer. Is het geluid geïntegreerd. En hier kunnen 20 stoelen. Dus dan heb je een soort bioscoop? Ja, een bioscoop. Een rijdende bioscoop, Stefan. Nou, dat klinkt cool, ja. Het is ook heel mooi als een kleedruimte backstage. Dus als je hier dan tafels neerzet met spiegels, je wafelijzer, je kan je laptop erin zetten. Het zou een mooie centrale post kunnen zijn voor een heel groot evenement. Ja. Waarom heb jij liever een Rolls Royce dan zo'n Airstream? Ik heb twee Airstreams. Ik heb een kleinere van 6,5 meter lang. Ja. En deze, ja, dat is eigenlijk toch wel een beetje te veel. Wat denk jij, Stefan? Ja, het is een fantastisch ding, maar misschien moet je vragen wat de fans denken. Ja, ik ben ook wel benieuwd naar. Ja, je moet het is waanzinnig, maar we moeten er natuurlijk mee, we moeten er verder mee, hè? Ja, we kunnen rijden. Ja.